De Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname heeft als pilot gisteren haar Suripop Cash editie gelanceerd. De presentatie van de zes Cash Suripop liederen is gehouden als inluiding van het cashseizoen in Suriname. De Suripop Cash editie heeft dezelfde procedure als de normale inzendingen voor Suripop. In totaal waren er 22 inzendingen waaruit de jury 6 finalisten heeft uitgekozen, legt Henk van Vliet, ondervoorzitter van de stichting, uit. Hij onderstreept dat de jury erin is geslaagd een origineel en gevarieerd kerstrepertoire waar elke Surinamer trots op kan zijn te presenteren. Van Vliet legt uit waarom de stichting ook de richting van Suripop kerstliederen is opgegaan. Allang liepen we met de gedachte om zo'n kerst-suripop te houden, kerstliedjes, want elk jaar hoor je weer steeds diezelfde kerstliedjes, veelal buitenlandse liedjes. Je hebt leuke Surinaamse kerstliedjes hoor, daar niet van. Maar ja, de aanwinst van nieuwe is gering. Dus we dachten, we gaan de componisten aan het werk zetten om professionele, goede kerstliedjes te produceren. En als er elk jaar of om de 2 jaar 6 bijkomen, dan wordt ons kerstrepertoire langzamerhand echt vergroot. En dan kunnen wij genieten van een heerlijke Surinaamse kerstsfeer. Kijk, we zijn begonnen met Suripop. En Suripop heeft ervoor gezorgd dat wij een speciaal genre popsongs hebben voor Suriname. Zoals Suripop-liedjes klinken, klinken ze nergens ter wereld. Dat is Surinaamse popmuziek. Laten we eerlijk zijn, als je luistert naar het Suripop-repertoire, direct herkenbaar, dit is popmuziek uit Suriname. En dat willen we bereiken met die kerstliedjes. Kerstliedjes uit Suriname. Van Vliet legt uit dat de stichting ervoor heeft gekozen niet af te wijken van de wijze waarop de indiening plaatsvindt, omdat Suripop haar kwaliteit hoog in het vaandel wilt houden. Aangezien Suripop Christmas een pilotproject is, was de stichting iets wat voorzichtiger met het benaderen van componisten, meent Van Vliet. Omdat het een pilotproject was, zijn we begonnen om die componisten die ooit eens hebben meegedaan aan Suripop uit te nodigen om mee te doen aan dit project. Dus er zijn geen nieuwe componisten bij de kersteditie, wat natuurlijk zal veranderen bij de volgende Suripop Kerst deel 2, begrijp je, de tweede editie. We zullen het openstellen. Dit was een pilotproject. Hoe gaat men reageren? Dus we zijn begonnen met de componisten die, tussen aanhalingstekens, wij in huis hebben. Die al een keertje hebben meegedaan aan Suripop. Die hebben allemaal een brief gehad van, jongens, er komt een kersteditie. Wat denken jullie ervan? Doen jullie mee? En we zijn blij dat er zoveel hebben gereageerd en hebben meegedaan. Dus dat is het verschil geweest met de normale Suripop. Dat nu het beperkt was tot zij die al eerder hadden meegedaan aan Suripop. De 6 componisten zijn Jos Tafasseur, Jennifer Naarden, Roberto Banel, Humphrey Koolen en Orniel Malone. De kerstshow wordt gehouden op 15 december en de winnaar krijgt een speciale trofee ontworpen voor de kersteditie van Suripop.